Jullie hebben nog geen nieuwe opening voor me bedacht, dus ik open hem hier gewoon met Patsaboom. Ik zou er niks aan veranderen. Nee, toch? Dagelijkse redactievideo en vandaag wil ik eerst even een huishoudelijke mededeling doen. Want we zijn natuurlijk nog steeds, we zijn verhuisd. Maar eergisteren, een paar dagen geleden, is de server fysiek verhuisd. En nu zijn ze alles aan het migreren. Dus het zou zomaar kunnen dat dingen niet werken. We lopen nu ook allemaal tegen dingen aan die nog niet werken. En dan zitten we even zo van, hoe de fuck gaan we dit oplossen? Ik kan nu op dit moment bijvoorbeeld niet de toppositieplaatjes aanpassen. Dat is lastig. Ja, ja, dat is vervelend. Ja, ja, ja. Dus nee, dat wordt, er zit nou iemand te zweten en te doen achter een beeldscherm en te tikken. Ik zie allemaal tekens voorbij komen, dus die is er druk mee bezig. En als alles gemigreerd is, dan kunnen we gaan bouwen aan een nieuwe site. Dat wordt vet. Maar goed, daar wilden we het nu eigenlijk niet over gaan hebben, want we zijn aan het toeleven. Noem je dat zo? Toeleven? Ja, ja, ja. Ik vind het wel, toeleven. Naar de Gamescom. Is jouw schema compleet? Mijn schema is compleet. Ik zal hem zo naar je doorsturen. Want ja, dankjewel. Gerard gaat natuurlijk met Gamer.nl en ik met Instant Gamer. En wij we willen niet te veel overlap hebben dat we op moeten delen en dat soort dingen. En ja, ja, voor mij wordt het nog leuk. Want volgens mij heb ik op een gegeven moment per ongeluk 6 afspraken op hetzelfde moment gepland. Dus ik weet niet hoe ik dat ga doen, maar... Ik kom er helemaal goed uit. Ik moet nog 1 afspraak verzetten en dan ben ik... Perfect, want ik ga er ook heen met jongens van tv-programma, dus daar moest ik ook allemaal even ruimte voor blokken, want dat is ook belangrijk natuurlijk, het begint ook weer. Maar Gamescom dus, we zijn er aan toeleven en de afgelopen tijd lekken er al dingen, veel, mensen aan het aankondigen wat er is en we willen gewoon even de hoogtepunten er misschien al bij pakken. Want als ik zo in mijn eigen agenda kijk, weet ik dat Activision een nieuwe titel gaat aankondigen. Ik weet dat Microsoft een nieuwe titel gaat aankondigen, want daar heb ik afspraken voor. Sony gaat een nieuwe, 2 nieuwe titels aankondigen, want daar heb ik afspraken voor. Dat is een nieuwe EU-titel en een nieuwe Japanse titel. Wat dat precies gaat zijn, weet ik niet. Wat dan wel weer een gerucht is natuurlijk, je moet hem gewoon onderbreken. Hoor, anders gaat ik wou net zeggen, je blijft doorgaan. Maar... Ja, maar wat nu wel weer een gerucht is dat er een Uncharted remake komt. Ja, die gaat wel langer, maar er gaan meer geruchten daarover, over Sony. Oké, maar alle delen van Uncharted straks voor PlayStation 4, echt ook de Vita-delen, ook erbij. Dat zou wel. Dat wil je toch? Het is maar 1 Vita-deel, maar maakt niet uit. Ja, maar je hebt ook nog een andere... Oh ja, die kaartgame. Nog pats, alles erbij. Nou, dat zou tof zijn, ja. Dat zou heel tof zijn, want het is alweer tijd geleden dat ik eerst Uncharted heb gespeeld. Maar, ik vind het wel tijd voor een nieuwe. Maar ging er ook niet gerucht dat Guerrilla eens een keer met iets nieuws zou moeten komen? Ja, dat is nog steeds een gerucht. Ik weet het nog steeds niet helemaal zeker. De jongens van Guerrilla zijn er wel. Ja. Maar ik denk nog niet dat ze iets gaan laten zien. Oké. Ik denk dat ze nog even daar zijn voor Killzone, voor Shadow Fall, voor de DLC die ze daar hebben. Daar zijn ze nog vol mee aan het vlammen. En daar doen ze nog volop leuke dingen mee met Killzone. Ze ondersteunen het echt heel goed. Dus ik denk dat ze daarvoor in keulen zijn. Ja. En nog niet voor een nieuwe game. Dat is denk ik nog te vroeg. Ja. En, als ik nog even mag. Nog een zekerheidje, geen gerucht. Dat vind ik wel leuk. Is dat Quantum Break er is. Ja. Dat was ook voor het eerst. Ja. Die was nog niet op D3. Nee, dus die kunnen we voor het eerst ook een afspraak mee. Ja. En dus die kunnen we ook voor het eerst van dichtbij gaan bekijken. Dus zal nog niet spelen zijn, zal een presentatie worden. En dan kunnen we in ieder geval krijgen gewoon gameplay te zien van die game. Ja. Dus dat is top. Assassin's Creed Rogue. Natuurlijk gisternacht lekte er een video van Assassin's Creed Rogue. Assassin's Creed voor de PlayStation 3 en Xbox 360. En toen raakte men bij Ubisoft een beetje in paniek natuurlijk, want ze wilden die game gewoon aankondigen op Gamescom. Maar ja, je wilt niet dat er crappy klote beelden van jouw game rondzwerven op het internet en op elke gamesite staan. Dus wat doe je dan? Je release gewoon de game. Zo, hartstikke idee, daar is die. Dus dat is eigenlijk al helaas voor de Gamescom uitgekomen. Had wel leuk geweest. Want ook daarvoor heb je een afspraak staan. Er stond nog een onaardig aangekondigde titel voor Ubisoft. Ja, precies. Ik dacht eerlijk gezegd dat het The Settlers zou zijn of zo. Want het was een soort van, hij was wel niet aangekondigd. En met The Settlers, die heeft een aankondiging gehad. Ja. En is vervolgens ook helemaal weggezakt. Dus ik dacht dat het misschien was. Of Prince of Persia, want er gaan ook al tijden geruchten over. Maar ik denk dus dat het gewoon die rogue is. Ja. Dan hebben we natuurlijk nog de Xbox prijsverlaging. Dat misschien gewoon wel een gerucht blijft, omdat het misschien wel een foutje was door de marketingafdeling die in Spanje, die op de mobiele websites had. Ja.
zou zomaar kunnen. Ja, ze hebben wel een persconferentie, dus ze gaan in ieder geval iets vertellen natuurlijk. Over de Xbox One, want dat ding moet nog uitkomen in Nederland. Ja. En ze gaan sowieso een nieuwe game laten zien. Maar misschien dus ja, ook een prijs. Dat is een indie game, volgens mij hebben ze al gezegd, toch? Of niet? Is dat een indie game? Ik weet in ieder geval dat er een indie game wordt aangekondigd. Oh. Maar waarom je specifiek zegt van dat er een indie game wordt aangekondigd, dan moet het wel toch moet iets het, van een soort van naam zijn. Ja, zeker. Ja, die gasten van Limbo, die game is al aangekondigd. Ja. Op de E3. Dus, ja. Maar die hebben we nog niet kunnen zien of zo. Of nee, maar spelen, hij wordt echt aangekondigd. Het wordt echt een nieuwe titel. Nou, we Kano van Mortal Kombat, die hebben we al gezien in een Duits magazine. Die zou ook al aangekondigd worden op de Gamescom. Dat is gewoon een character in een nieuw Mortal Kombat. Dus voor dat is niet heel boeiend. Ik had wel verwacht dat iedereen zou zitten. Alle vaste characters zullen wel gewoon voorbij komen. Er zullen ongetwijfeld een paar nieuwe zijn, maar nog niet heel erg boeiend. En Journey voor de PlayStation 4. Ja. Dat is heel tof. Die stond ook in de line-up van Sony. Dus, dat is echt ideaal. Als je hem nog niet gespeeld hebt en je hebt een PS4 in huis en hij komt uit, dan moet je hem gaan spelen. Zo simpel is het. Ja. Fantastisch. Ja, maar ik vind het tof. Want Gamescom was de afgelopen jaren, er werd af en toe wel een game. Maar het is steeds, maar echt de afgelopen jaren is het echt al een volwaardige beurs met volwaardige aankondigingen. Ja, vorig jaar was het echt, echt gewoon maar het is nog, het was altijd E3 is het moment dat de games werden getoond en op de Gamescom kon je ze spelen. Maar er gebeurt steeds meer op de Gamescom. Ja. En dat is tof. En het is vooral tof omdat het gewoon 2,5 uur rijden vanaf hier is. Je zit er echt zo. Het is gewoon, iedereen kan er naartoe. Het is echt ik vind het steeds toffer en toffer worden. En ik heb bruut veel zin in. Ja. Ik wil nog wel kort zeggen, twee titels die er niet zijn. Dat vind ik heel jammer. Oh. Battleborn, die zou er zijn van 2K, van Gearbox. Die is opeens weg uit het schema. En een titel die al een jaar lang missing in action is Mad Max. Mad Max, daar hoor je helemaal niks over. En als je er naar vraagt, dan weten mensen... Dan weten ze het niet. Weten ze zeggen van, maar er komt ook een film. Dus dat is leuk, maar dan moet je nu toch juist gaan blazen met die game ook. Ja, want zijn ze nu wel met die film aan het doen. Ja. Daar krijg je nu de eerste beelden van en dat soort dingen. Dat was echt een hit op Pax inderdaad, ook die filmtrailer. Maar de game... Ja, ik heb er dus twee jaar geleden een demo van gehad op E3. Ja, het zag er best goed. Hè? Ja, was super cool. Maar, En Just Cause 3 trouwens van dezelfde ontwikkelaar, Avalanche. Daar wil ik ook, dat zou ook heel tof zijn als daar eens een keer wat mee gebeurt. Ja. Dat gaat veel later gebeuren. Zeker. Het is niet per se Gamescom. En ik wilde net nog wat zeggen, maar ik ben het nu alweer vergeten. Ja, maar dat is wel een goed teken. Er gebeurt zoveel rondom Gamescom dat je gewoon denkt van fuck, ik moet dat regelen. Daar wil ik nog langs, dat wil ik nog zien. Wat wil ik zeggen? Ik wou het heel bruut zeggen. Het bruutste wat ik ooit wil zeggen, denk ik, maar ik ben het nu gewoon vergeten. Ik heb een afspraak met No Man's Sky. Ja, jij wel. Ja, vet. Ja, vet, weet ik. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Goed. Gamescom dus. Wij hebben er zin in. Jij hopelijk ook. En volgende week hier alles over de Gamescom op instantgamer.nl. En Ralf gaat ook mee. Hij is blij. Hij steekt nu zijn duim op. Hij staat achter de camera. Dus de camera gaat ook mee. En we gaan video-items maken vanaf daar. En we gaan heel veel schrijven. Je gaat drinken. Niks missen van de Gamescom. Oh, dat. Worsten eten. Lekker. Lekker. Dat wordt weer een mooi weekje.